Alsjeblieft. Hè? Goedemorgen, het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met een... Rutslag! Yay! Yeah! En een shake. Ik maak deze shake vandaag met water, havermout, grove havervlokken, 2 scheppen eiwitpoeder, aardbeien, banaan. Wordt vaak weer vanierzoet. Blauwe bessen, walnoten, amandelmelk. Oké. Ik ga wat eten pakken en dan moet Jona raden wat het is zonder dat ze iets ziet. Dat is een spel die Jona heeft bedacht net. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Of ja, dat zie ik heel vaak op YouTube. Oh, wat grappig. Nou, ik ga even iets pakken hoor. Een insect. Nee. Nee, dat zou ik niet kunnen raden denk ik, want je weet niet echt hoe een insect voelt. Waarom snij je het? Ja? Oeh, nou, dan kan ik raar van. Oké, nou, hier is het. Eeuw, ik weet dat dit vies is. Nee hoor, alsjeblieft. Hè? Niet kijken, niet kijken. Je moet wel dit spel doen, hè? Nee, maar mama, het is echt niet vies. Nee, niet kijken, niet kijken. Het is echt niet vies. Het is echt niet vies, schatty. Echt niet. Geef het aan me. Ja, hier is het. Nee, ik doe het niet. Jawel, je doet het wel. Dit wilde je zelf. Je hebt het zelf bedacht. Appel? Eerst proeven. Avocado. Nee, het is geen avocado. Ik doe het niet. Nee, oh. Je doet het gewoon niet. Ja, omdat ik dit niet... Ik weet niet... Dit ken ik nooit. Dit heb ik nooit eens in mijn leven gezien. Wel. Oh, wanneer dan? Wat is dit? Kijk eens goed. Lekker! Ja, zie je wel. Het is persing. Neem nou. Oh! Een aardbei. Ja! En wat ga ik verder doen vandaag? Ik ga zo even sporten. En ik ga dit keer sporten bij een andere sportschool. Namelijk bij de Fit for Free in Zaandam. En we gaan vandaag spullen uitzoeken. Want morgen is het Koningsdag. En we moeten... Ja, uitzoeken of we nog spulletjes hebben om te gaan verkopen. Alhoewel ik wel nog steeds twijfel of we echt daadwerkelijk spullen gaan verkopen. Want we willen niet in de regen staan met onze spullen. Even een kleine moestuintjes update. We hebben hier een paar groeiende moestuintjes. Yay. Vooral... Vooral die. Oh, en die hier ben ik ook heel blij mee. Rucola. Kunnen maar we gewoon eten. Ook, toch? Ja, dille. Dat is heel fijn ook. Rode biet ook. Rode biet, ja. Heel ja, gezond. Ja, tuinkers. Peterselie. En die hebben we opgezocht. Die is echt heel, die wordt echt heel mooi, hè? Dat wordt een mooie en bloem. En kaneelbasilicum. Groot kaasjesfruit. Ja, zelfs kaneelbasilicum komt al. Oké, daar ben ik dan. Ik ga vandaag even een full body workout doen. En misschien wil jij meedoen. Als je dat wil doen, dan moet je even naar de andere video kijken waarin ik de hele workout nog even doorneem. Die ga ik nu opnemen en dan krijg je nu wat soortjes van te zien in de vlog van vandaag. Ik ga nu even kijken hoeveel calorieën ik heb verbrand. Even mijn hartslagmeter afdoen. En eerst even kijken. Tadadada. Oh ja, trouwens, er is hier ook gewoon niemand in de kleedkamer, hè? Dit is toch echt... Dit wil toch iedereen? En wat heb ik verbrand in deze training van 1 uur 30. Dus precies 1,5 uur. Ik vind het zo leuk dat dat dingetje het weer doet, dat ik het weer kan bijhouden. 774 calorieën. Mijn hartslag is echt heel hoog geweest in het begin. En daarna ben ik een beetje aan het aftakelen geweest, zoals je ziet. Ik weet niet of ik kan scherpstellen, maar dus dat. Oh, dit is nog met mijn neus in de boter vallen. Eitjes staan klaarstof. Oh, lekker. Zacht gekookt, heerlijk. Dat kan ik gewoon gebruiken. Ik val toch niet echt met mijn neus in de boter. Ah. Ik ben nu even weer naar de karwei.
Ik ben helemaal kapot. Ik moest net bij de turnen ook weer helpen om allerlei dingen klaar te zetten. En dan merk ik wel dat ik al behoorlijk wat training erop heb zitten. Want dan is zo'n matras, zo'n matje om te turnen is ineens heel zwaar. Maar goed, we gaan door. We gaan door. Punky Rose. We gaan voor Punky Rose. Dit is dus het muurtje wat ik roze ga verven. Even prioriteiten stellen, want het is morning. Want het is morgen Koningsdag. En ik moet nu echt dingen gaan uitzoeken. Want ik heb net gehoord dat het waarschijnlijk niet gaat regenen. En dat betekent dat ik met Jola dingetjes ga verkopen. dus ik ben even wat dingen aan het verzamelen. Nou, kijk. Ik heb me toch een geweldige dingen. Van die sokken. Vroeger was dat helemaal in. Toen werkte ik bij Teasers. En dan hadden we van die benen sokken. En verkocht ik aan alle meiden. En die liet ik maken in Polen. Nou, in het wit gingen ze allemaal wel snel. Wilde iedereen steeds nieuwe. Maar de oranje, speciaal alleen voor Koninginnedag, die verkocht ik niet zoveel. Dus daar heb ik er nog heel veel van over. Dus daar neem ik ook een aantal van mee. Verder ga ik toch wel gewoon voor de kinderkleding. Heeft iemand trouwens nog interesse in een telefoonhoesje? Kijk hem nou schattig zitten met die pootjes. Kijk hoe die pootjes zitten. Hé, hey, Dexje. Pop, pop, pop. En het is niet eens zondag, hè? Het is gewoon, wat is het? Het is gewoon woensdag. Pepperoni, deze is van ziet er lekker uit, jongen. Hebben we gewoon allemaal zo'n grote? Ja. Zo, deze gaan we even unboxen. Ook nog inderdaad. Guardians of the Galaxy, daar heb ik zo'n zin in. David the Day University. Even serieus. Mensen, dit moeten jullie echt kijken. Wauw, het is zo geweldig. En dit mannetje is echt zo'n schattenpatatje. Welkom vanuit het prachtige podiummozaïek. Erik. Hoe heet die ook weer? Oh, die met die baard, hè? Erik Scherder. Ja, hij zegt toch. Hij kan het echt zo goed uitleggen. Prettig om naar te luisteren. Ja. Hij heeft een hele bekende stem ook, blijkbaar. Van de smurfen, toch? Jeroen! Ja. Dames en heren, ik wacht even op uw reactie voordat ik doorga. Yay! Yeah. Nee, je moet gewoon helemaal naar boven. Gewoon die nieuwe stem. Nee, maar we wilden juist niet zo ver al, weet je? Omdat we. Hoezo niet? Omdat we de voordelen nog niet gezien hebben. Ja, maar je gaat toch niet, je gaat toch niet helemaal in het verhaal zitten? Het is Koningsavond. Dus de mannen vinden het een reden om bij elkaar te zitten. Zaterdag dan. Ik ga in ieder geval deze vlog afsluiten, want ik ga zelf ook gewoon slapen. Want ik moet morgen namelijk om 7 uur opstaan. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog van deze dag. En natuurlijk, je kunt ook gratis abonneren, dus doe dat vooral even. Yeah. En nou, wat valt het stil ineens? Ik ben aan het praten. Tot morgen.